de eerste vraag die we binnenkregen was van God houdt van iedereen. Maar is ieder schepsel of ieder mens dan ook daarmee al een kind van God? Of een kind van God? Ja. Het is niet per definitie een hele vreemde reactie op mijn verhaal. Ik heb ook bewust gekozen om hier en daar een klein beetje te schuren en misschien wel wat te provoceren. Zeker als je op een bepaalde manier denkt. Zoals wij bijvoorbeeld met elkaar zijn gaan denken over houden van. Houden van in ons begrip is zo loskomen te staan van de agape in het Nieuwe Testament. Je zit meteen al met het gevoel in deze vraag hè, van, maar als God dan van iedereen houdt, is iedereen dan ook meteen zijn kind? Wat is kind van God zijn? Als je let op het Oude Testament, dan werd heel het volk Israël, gelovig en ongelovig, gehoorzaam en ongehoorzaam, aangesproken als kinderen van God. Dat kon, omdat God recht op ze had. Hij had een verbondsrelatie met hen. Daarom noemde hij hen kinderen. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt de rijke man in de gelijkenis die Jezus spreekt, ook terwijl hij al in de rampzaligheid is, in de hel, aangesproken als kind. De oudste zoon die niet wilde binnenkomen, die duidelijk in die gelijkenis van de verloren zoon of van de wachtende vader de bad guy is, om het even zo te zeggen, wordt toch aangesproken door de vader als kind. Dat maakt het dus juist zo spannend dat de Bijbel ons aanspreekt vanuit een relatie. Het is niet een schoolmeester of een dreigend onpersoonlijk opperwezen wat met jou in relatie wil komen, maar het is je vader, je schepper die wij belijden in het christelijk geloof. En dat jij dan niet je gedraagt als zijn kind, dat is het spannende. Nou, terug naar de vraag. Als God van al degenen die hij zelf heeft gemaakt en die naar zijn wil geboren zijn houdt, betekent dat niet, en dat zit denk ik in deze vraag, dat iedereen er dus maar vanzelf kan van uitgaan, ik heb er helemaal niks mee. Persoonlijk, ik weet het alleen een beetje verstandelijk, maar ik schijn toch een kind van God te zijn, want God houdt van me. Ja, als je zo de boodschap van vanavond of de boodschap van Jezus zelf interpreteert, dan heb je van die liefde niets begrepen. Want het is juist Gods onvoorwaardelijke liefde dat hij jou ook waarschuwt. Dat je al onder het oordeel ligt. Je gaat niet verloren, je bent verloren, tenzij. En dan gaat de poort van het evangelie open. Dat is zo eenvoudig. Eén blik op Jezus. Amen zeggen op wat hij als de getuige uit de hemel zegt. Dat God de wereld lief heeft. De volgende vraag. Als ik daar nog even kort op door mag gaan, want u vertelde ook van nou, u heeft kinderen. Ja. Wat zegt u dan tegen uw, als u, u voedt uw kinderen op, ook in het geloof, wat zegt u dan tegen uw kinderen als u praat over het geloof? Zeg u dan, ik weet nog wel van mijn eigen jeugd, van nou, je moet bekeerd worden. Ja. Of zegt u van, je bent een kind van God, want bijvoorbeeld je bent gedoopt. Of ja. Met het argument van God houdt van iedereen. Hoe praat u daarover met uw eigen kinderen als ze jong zijn? Nou, ik probeer in ieder geval heel hard te vermijden om een beeld van God te geven wat ik helaas te vaak zie. Hè, dat ik een vader naar zijn kind zie wijzen en zeggen, dat moet jij niet meer doen, anders kom je niet in de hemel. Met andere woorden, als je alle dingen goed doet in je leven, kom je in de hemel. Dan is het geen genade. Juist als je dingen fout doet, juist als je erachter komt, ook als je God leert kennen, dat je zonde blijft doen, is het van belang dat jij de boodschap hoort. De liefde van God is niet, ach, is het weer niet gelukt? Nou, proberen we het nog een keer. Nee, de radicale boodschap van dood de zonden die in je zijn. Maar vertrouw er dan ook op dat ik je help, dat ik mijn evangelie aan jou bewijs. En daarom zeg ik ook tegen mijn kinderen dat God van ze houdt. En juist dat is het punt. Als ze thuiskomen en ze hebben iets uitgehaald, ze lijken wel een beetje op mij, dus dan heb je dat. Is trouwens ook Bijbels, hè? Dat hebben ze niet van een vreemde. Dat helpt al als je ze binnen ziet komen en je ziet dat ze een streek hebben geleverd die je helaas bekend voorkomt, al is het lang geleden. Dan helpt dat om ze in de ogen te kijken en niet te zeggen van,
alleen maar negatief. Je hebt het verkeerd gedaan en dat had je niet moeten doen. En in mijn geval, wat zullen de mensen er wel niet van denken, hè? Een kind van de dominee. Maar dat je probeert op zo'n moment eerlijk naar zo'n kind te kijken en te zeggen van, je hebt me gekwetst. Je hebt God gekwetst. Dat waren trouwens ook in mijn jeugd de momenten. Als ik thuis kwam en ik had niet echt een hele goede smoes kunnen bedenken waarom het weer te laat was. En ik was bepaald niet naar een avond van geloofstoerusting geweest. Die waren er toen nog niet. Maar ik was ook niet naar een orgelconcert geweest. Dus dat was al een probleem. En dat ik dan ook te laat thuis kwam, dan wist ik, dan brandt er straks een lampje en daaronder in de stoel zit mijn vader. En dan hoopte ik altijd maar, want hij doorzag die smoesen natuurlijk toch. Dus ik moest gewoon bekennen dat ik het weer verkeerd had gedaan en dat ik het verknald had. Dan hoopte ik altijd maar dat hij uit die stoel omhoog stoof. Dat deed hij sporadisch, helaas. Want dat is het meest bevrijdende. Als je wel aanvoelt dat je het fout gedaan hebt, dat het dan even heel hard knalt. Dat hij even heel erg boos is. En dan de volgende dag, ja, dan heb je je straf al ontvangen, want je vader was boos. En dan kun je weer verder gaan zoals het altijd ging. Maar dat deed hij bijna nooit. Wat hij wel vaak deed, is alleen maar met vochtige ogen en een gekwetste blik me aankijken. Van, jongen, waarom nou toch? Ja, dan kon ik niet slapen. En dan kon ik ook niet verder de volgende dag, want dan was hij de dag daarna nog stil. Dat is als je straf krijgt vanuit de liefde. Er is een relatie. En zelfs als jij die relatie verbruikt en verknalt, en als je niet betrouwbaar bent en als blijkt dat je God verdriet doet, dan is dat niet de boodschap van dat je als een geslagen hond naar huis moet gaan, maar als een berouwvol kind mag terugkomen. Nu.